Breda Nu. Je weet het meteen. Na de geslaagde edities van de Begijnhoven in Diest, Leuven en Turnhout staan we hier in Breda, ook bij de Begijnhof. En diverse activiteiten zoals koren, muzici, maar ook 2100 lichtjes die hier buiten staan te branden. Ik neem u mee. Ik heb ze niet allemaal geteld buiten, maar 2100 lichtjes. Waar komt het vandaan? Nou, de lichtjes, ja, dat is een kwestie van aansteken. Maar we hebben al heel lang gezegd, we willen een keertje niet zoveel doen, alleen de sfeer brengen. En dat doe je 9 van de 10 keer met kerst, met licht. En toen dit jaar zeiden we, nou, het moet er maar eens gaan komen, want we willen weer geen kraampje en andere dingen die je overal ziet. Dus nou, daar gaan we lichtjes doen. Nou, toen zijn we gaan rekenen. Gewoon elke 50 centimeter een lichtje. Nou, hoeveel hebben we er dan nodig? Nou, toen kwamen we op een gegeven moment op 2000 lichtjes. En toen zijn we gaan kijken, hoe doen we dat en waar halen we de mogelijkheden vandaan? En kwamen we toen bij een bedrijf in Dongen terecht, wat glaspotjes maakt. En die waren zo heel medewerkend, zeiden heel royaal, nou, als jullie dat willen doen, we hebben hier nog wel een pallet staan. Maar dan zitten er wel 2100 op. Nou, dat is ook niet erg. Hoe zit het nou met volgend jaar bijvoorbeeld? Want is dit eenmalig of wordt daar volgend jaar hetzelfde voor gedaan? Nou, we streven ernaar om om de 2 jaar een verschillend evenement te houden. En dit jaar was het dus lichtjes gebeuren, wat 1 avond in dit geval gebeurt. Het volgend jaar hebben we het Kerst met Antropiek evenement, wat we om de 2 jaar vieren. En dat is volgend jaar het Lustrum, want dat is de 5e keer dat we het gaan doen. En dit was het dan, de 2100 lichtjes. Ik hoop dat u ze geteld heeft. Sluit ik bij deze de lichtjes van Begijnhof af. Breda Nu. Je weet het meteen.